Welkom in Venlo, Willem. En je kunt meteen aan de slag, of niet? Ja, dankjewel. Ja, het is hartstikke druk natuurlijk. En dat is voor mij natuurlijk nieuw. Maar je weet ook wel dat deze periode natuurlijk überhaupt druk is. En wij hebben natuurlijk ook wel wat uitdagingen liggen. Dus ik kwam direct vol aan de bak inderdaad. Ik ben natuurlijk al vol aan de bak. En dus dat is ook hartstikke leuk direct. Er is de afgelopen periode een heleboel gebeurd. En laten we beginnen bij het begin. Het vertrek van trainer Jos Loek. Hoe kijk je daar tegenaan? Uiteindelijk was dat, was dat verrassend. In die zin dat Jos natuurlijk zelf de keuze heeft gemaakt dat dat er voor hem weinig basis was in het vertrouwen om volgend seizoen beter te presteren. We zijn natuurlijk vanuit het nieuwe beleidsplan zijn we bezig met een nieuwe structuur. Daar hebben we heel duidelijk intern ook over gesproken welke taken er bij iedereen komen te liggen, hoe we willen gaan samenwerken. Op basis daarvan mede heeft Jos toen besluiten dat hij liever de weg vrijmaakt voor anderen. En ook op selectieniveau dat er nog voor hem, wat hem betreft, nog veel onduidelijk is richting volgend seizoen. Wij wilden natuurlijk wel beter gaan presteren. En ik heb met hem er ook over gehad dat ik er vertrouwen in had met de huidige selectie en versterkingen die we nog kunnen gaan doen. Wat hij naar mij uitsprak, heeft hij daar uiteindelijk goed over nagedacht. Maar uiteindelijk toch besloten dat hij het beter vond dat hij dat niet, dat hij dat niet nog een seizoen wilde. Dat was in die zin verrassend, omdat je daar in eerste instantie niet van uitgaat. Aan de andere kant schakel je dan ook direct door natuurlijk. Want dan weet je dat het kort dag is om het nieuwe seizoen weer met frisse moed tegemoet te gaan. En natuurlijk met een nieuwe man voor de groep. En daarnaast hadden we ook te maken met het vertrek van assistent-trainer Jeroen Schepens. Vertel, hoe zit het? Ik heb met Jeroen ook hele goede gesprekken gehad in de afgelopen periode. Als club wilden we hem natuurlijk heel graag behouden. Een hele talentvolle trainer die zijn waarde ook vorig seizoen bij het eerste elftal heeft bewezen. Ik heb natuurlijk niet met hem samengewerkt, maar er was heel veel positiviteit rondom hem. Hij had het ook zelf goed naar zijn zin. Zag ook... ook in de nieuwe structuur met de nieuwe visie van de club en de toekomst waar we naartoe willen. Daar zag hij ook, dat zag hij ook heel positief tegemoet. Aan de andere kant was het Fortuna, die Sjors Olté ook met name, die aan hem trok. En ken ik Sjors persoonlijk ook goed. Ik heb hem natuurlijk ook gehad als trainer bij Utrecht. Ja, en ik weet wat voor een kunde Sjors heeft als trainer. Dus uiteindelijk is Jeroen toch gevallen voor het verhaal bij Fortuna. En dat snap ik ook heel goed. Nogmaals, omdat ik weet wat voor kwaliteit Sjors heeft. Dat is voor hem natuurlijk ook een kans op eredivisieniveau. Ik denk dat wij daar alles aan hebben proberen te doen om hem te behouden. Wat ik van hem ook terug heb gehad, is dat hij enorm heeft getwijfeld, maar uiteindelijk toch voor de kans wilde gaan bij Fortuna. En uiteindelijk gun je hem dat dan ook van harte. Ik denk ook dat het heel goed is, ook voor VVV. Als ontwikkelclub, wat je heel duidelijk wil uitstralen, dat in dit geval een hele talentvolle trainer die jarenlang hier in de opleiding is begonnen en zo zijn stap heeft gemaakt tot het eerste elftal. Dat je dan ook een trainer kan afleveren voor eredivisieniveau. Ik denk dat ook goed uitstraalt op VVV, maar het neemt niet weg dat wij wel... heel jammer vinden dat hij die stap heeft genomen. Maar nogmaals, we gunnen het hem van harte. Hoe heb jij de afgelopen weken ervaren, Willem? Je bent gestopt bij Utrecht als voetballer. Je kwam in een warm bad bij VVV met uitdagingen. Hoe kijk je daarop terug? Het was natuurlijk de eerste periode dat ik nog voetbalde, was natuurlijk heel hectisch. Om de aandacht goed te verdelen tussen enerzijds dingen die waar je hier wordt meegenomen natuurlijk voor volgend seizoen. En het zelf spelen. Dan wat ik net al zei, vooral de laatste twee weken van het seizoen met dubbelprogramma en play-offs waren heel pittig. Dus toen heb ik ook duidelijk gecommuniceerd
ja, dat ik eigenlijk volledig de focus op Utrecht had. En dat was bij iedereen ook bekend. En dat begrip was er natuurlijk ook. Dat was ook goed afgestemd met Utrecht. Ja, en het moment eigenlijk dat we zijn uitgeschakeld en ik dus echt mijn carrière beëindigd. Ja, toen was direct de volle focus op volgend seizoen, op VVV. En ja, daar zijn we nu denk ik 2-3 weken zijn we mee bezig. En ja, het is heel leuk. Ik merk dat ik het vak wat erbij komt kijken, dat ik het heel leuk vind. Het is ook heel pittig. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Omdat je omdat er dingen op je afkomen die je nog niet gewend bent. Maar ja, ik denk dat ik met hele, hele goede mensen samenwerk. Met heel veel ervaring. En dus dat, ja, dat voelt hartstikke goed. En ik denk dat we met goede dingen bezig zijn. En dat we... Ja, dat we straks een nieuw seizoen met goede moed kunnen beginnen. En kun je ons meenemen in de werkzaamheden waar je nu mee bezig bent? Nou, het belangrijkste natuurlijk is op selectieniveau natuurlijk kijken waar je kan versterken. En natuurlijk een nieuwe hoofdtrainer. Of de invulling van de staf als geheel. Ja, daar zijn we natuurlijk hartstikke druk mee. Enerzijds hebben we nog wat tijd. Anderzijds wil je natuurlijk zorgen dat je dadelijk voor de eerste training dat je een goed kader hebt staan. En dus daar zijn we heel druk mee bezig. En, wanneer kunnen we de trainer verwachten? Ik denk dat we daar vrij ver gevorderd mee zijn. En ik kan je eigenlijk wel vertellen dat in ieder geval voor de eerste training dat de nieuwe trainer op het veld staat. En hopelijk ook wat versterkingen. En, kun je daar iets over vertellen? Wat zit er nog aan te komen aan versterkingen? Posities, waar ben je specifiek naar op zoek? Nou, wat we vooral naar op zoek zijn is voorin, scorend vermogen. Daar zijn we druk mee bezig. We zijn ook als je naar de balans in het elftal kijkt en de selectie kijkt, zijn we ook op zoek naar een stuk ervaring. En dan moet je vooral denken ervaring in de as. Ik denk dat heel belangrijk is om met die vele jonge spelers die we hebben, om die balans goed te hebben. Dat, die moet zich uiteindelijk ook kunnen optrekken aan ervaren spelers die weten hoe dingen werken. En ik denk dat we daar wel een stap moeten maken ten opzichte van vorig seizoen. Dus dat zijn denk ik de voornaamste dingen waar we mee bezig zijn. De afgelopen weken was je met veel keepers in gesprek. Kun je ook al zeggen hoe het met een nieuwe keeper zit? Ja, ook daar verwacht ik snel met nieuws te kunnen komen. Met een nieuwe keeper zijn we een heel ver gevorderd stadium tot afronding. Dus dat kan er nu nog niks verder over zeggen. Maar wel dat we er heel snel mee naar buiten kunnen komen. Dus voor de eerste training hebben we een nieuwe keeper? Ja, zeker weten. Ja, wat is eigenlijk de doelstelling van VVV het komend seizoen? Je hebt net toegelicht een technisch beleidsplan en waar je voor gaat. Maar wat is daar de doelstelling aan op de ranglijst? Nou ja, kijk, in eerste instantie is natuurlijk het beleidsplan is natuurlijk altijd een lange termijnvisie. Die is denk ik heel duidelijk. Uiteindelijk willen we structureel weer in de eredivisie spelen. Werkend vanuit een plan, ik denk dat mensen op de juiste plek zetten. Dat helemaal goed uitrollen. Ik denk dat de juiste manier van werken is om uiteindelijk succes te behalen. En wat je zegt, dan heb je natuurlijk ook de korte termijn, is natuurlijk aankomend seizoen. Kijk, ik denk dat we echt een concrete doelstelling, dat we dat ook in de loop van de voorbereiding moeten bepalen. Maar als je het aan mij vraagt, nu is het wel beter natuurlijk ten opzichte van vorig seizoen. Ik denk dat vorig seizoen een moeilijk seizoen was. Uiteindelijk heeft dat ook tot wat teleurstelling geleid natuurlijk met een tiende plek na degradatie. Dus ja, wij zijn keihard aan het werk om ervoor te zorgen dat we volgend seizoen dat we beter kunnen gaan presteren. En nogmaals, wat de concrete doelstelling dan is, dat vind ik iets voor een later moment. Kun je ook iets zeggen over je persoonlijke doelen bij VVV? Ja, nou zeker. Kijk, ik heb deze stap genomen om enerzijds mijn nieuwe carrière te beginnen. Ik voel dat ik hier, dat heb ik eerder natuurlijk ook gezegd, dat hier in een hele goede omgeving kan met heel veel mensen om me heen die heel veel ervaring hebben, die me daarin kunnen ondersteunen. En ik ben hartstikke ambitieus. Dat was ik als voetballer en dat ben ik nu ook in deze nieuwe rol. Mijn persoonlijke ambitie is natuurlijk om heel goed te gaan presteren met VVV. Om
om de organisatie eerst heel goed te gaan leren kennen. Dat heb ik natuurlijk al de afgelopen maanden gedaan. Maar dadelijk als ik als iedereen hier dagelijks weer is en ik ben hier dagelijks, dan gaat dat natuurlijk een stroomversnelling krijgen. Ja, en dan hopelijk met heel hard werken en vanuit een duidelijke visie en idee kunnen we daar de komende jaren mooie stappen in maken. En kunnen we hopelijk de ambities die we, ja, die we ook voor de lange termijn hebben en functioneel voor de korte termijn, kunnen we die gaan verwezenlijken. Je zegt net, als iedereen weer hier is, dat betekent dat jij nog niet iedere dag hier bent. Kun je daar iets over vertellen? Gaat dat in de toekomst veranderen? Ja, zeker. Kijk, op dit moment woon ik nog in Houten, omgeving Utrecht. Ik ben natuurlijk iedere dag vol bezig met VVV en het is nog niet nodig om hier dagelijks te zijn. Ja, omdat nogmaals staf, spelers, heel veel mensen zijn natuurlijk op vakantie. Dus straks als de eerste training er is, dan ben ik natuurlijk dagelijks gewoon hier te vinden. Dan begint het echte werk ook vooral hier op de club. En twee weken daarna, in de zomervakantie, gaan we ook met gezin gaan we verhuizen. Dus dan komen we hier in de regio wonen. Dat maakt het voor mij uiteindelijk ook weer net wat makkelijker natuurlijk. Zo, omdat die afstand dan wat korter is. Maar daar hebben we natuurlijk bewust voor gekozen om, om alle tijden energie in VVV te kunnen stoppen. En daar heb ik heel veel zin in. En Willem, stel, we hebben het komend seizoen echt te weinig verdedigers. Ben je dan ook beschikbaar? Ja, laten we daar nu maar op zeggen dat dat niet aan de orde is. Het zal ook voor mij wennen zijn, denk ik, om alle wedstrijden vanaf de zijkant te moeten volgen en niet in het veld. Maar bewust deze stap genomen natuurlijk. Dus ik focus me volledig op mijn nieuwe rol. Dus laten we dat maar niet doen.